Dus ik ben nu in een market in Barcelona, ergens onder. Gewoon lekker kuil hier. Het is niet zo warm als boven. Maar gewoon een beetje markt. Het is eigenlijk een soort van een winkelcentrum ondergronds. Het is wel echt chill, man. Je hebt daar een parafarmacia. Dat is volgens mij een apotheek voor parfum. Maar ik weet het niet zeker. En je hebt... Hey, kijk, nougats. Barcelona nougats. Souvenir nougats. Omdat er ja, gewoon Barcelona dingen erop zitten. Dat is die ene. Ik weet niet waar die Sagrada de Familia is. Misschien weet je... Oh, kijk. Hey, kijk. Originaal Doritos. Oh, nee. Oh, jawel. Het zijn wel Doritos. Die pas originaal. Lekkere dingen. Soort van, denk ik. Hey, kijk, ze hebben rust deze. Vraag me af hoe deze chappie heet. Want normaal heet hij McQueen. Nee, McLean, McQueen. Ik denk McQueen. Volgens mij heet hij gewoon rust deze. Rare End Formula. En die chappie had Dinoco. Oh, nee, ik weet wie dat is. Kijk, Dinoco. Las Turistas. Het is vandaag maandag. En de mensen zijn aan het lopen. Heel hoog, hele lange rij. Zeg op zich, Allah mubarak. Kijk, zo hoort het. Gewoon lekker drie ritjes, gewoon een eurotje per stuk. Is gewoon een eurotje per stuk en dan gewoon lekker een koud ook nog. Want ik dacht, weet je wat, ik ga die andere pakken. Maar hij is gewoon lekker koud, man. Een eurotje per stuk bij de Carrefour in Barça. Dus moet je wel op zich zeggen als strijders. Zo weet, Allah. We gaan weer de trein pakken richting Barça. Hier heb je weer die shizzle. Alleen vandaag is het wel gewoon lekker hartstikke helder en zo. Zodat je het een beetje ziet. En natuurlijk een beetje die kent. Dus dat. Oh, kijk, een tunnel. Dit hebben wij ook in Nederland. Ja, lampjes hebben wij ook. Ja. En daar staat Barcelona. Het is volgens mij Turks. Weet niet hoe. Dus dat. Weer wat Aziatisch eten hier ook in Hispaniola's, dus maar krijg ik even mijn wisselgeld terug. Sesje. Nou, deze Aziat zit eigenlijk in een supermarkt en daar heb je ook wel dingetjes. Leiders monstertje, als het wel koud denk ik, heb ik vandaag gepakt. Je weet toch vanaf nu. Ik heb na een lange tijdje niet gedronken, dus ik denk dat ik hem nu ga nemen. Ik denk niet dat ik hem lekker ga vinden. Omdat ik hem zo lang niet heb gedronken, maar we gaan het proberen. Ik ga waarschijnlijk niet zeggen hoe het was en zo, maar ja, dat zal wel. Psahawara gaan staan, Michael. Ik zal toch wel even laten weten hoe het was. Het was wel lekker hoor. En ja, het is gewoon lekker. Net als hoe ik hem altijd kende. Dus. Ja, beste strijders. Dat betekent dat je wel vakantie, maar wanneer je op vakantie bent, dan ga jij gewoon hartstikke zitten klagen en oh nee, het is te warm en oh, ik moet water drinken en dit en dat. Allemaal zeuren, altijd zeuren, sahabi. Het is jullie probleem. Ik doe gewoon normaal. Dit is echt een hele leuke shoppingcentrum, man. Ben ik gisteren al geweest. Je weet toch? Dus.